Hoi, kom door. Nee, was dat die uitviel of schreef je, hè? Ik daal iemand, en toen staan we helemaal niet, dan ben ik niet dom, ik heb een veefje gehoord dat ik zeg. Ja. En dan doe ik het volgende ding even. Ja, ga even dan. Ja. En ook niet, hou op met die knallen geen. Kom maar nee. Woon je alleen hier? Ik heb geen vriendin meer. Nee, ik ben nou sinds. Kijk, 4 jaar geleden. Oh, hoe kan dat? Ik werd. Hoe dat komt, als wat ik heb. Ja, ik had een ex even in de steek gelaten omdat ze kind woonde. Het lukte met mij niet. Ging ze zo naar een andere kerel. Ja. Ja, die heb je ook, hè? Maakt niet uit wie een zwanger maakt. Is het jou niet? Ja, dan wel een andere. Ik kreeg kanker. En ik denk dat je het dit met haar. Dat betekent dat je het moet doen. En ik lag in Maxima Medicijn van mijn auto. Dus niet naast de deur. Ja. En zij is nog bij me geweest, één keer. Daarna heb ik haar niet meer gezien. Wat voor kanker had je dan? Ik had heel veel kanker. Weet je wat raar is? Ik heb een buurman, hè? Die man die was getrouwd, die hadden samen 6 kinderen. Hij kreeg een hersentumor. Hij komt in het ziekenhuis terecht. Komt ze bij hem? Ja, ik wil nog leven, ik wil geen verzorger worden, de kinderen zijn het huis uit, dus ik ga bij je weg. Hij dacht dat het een grap was, maar hij hoorde niks meer. Toen hij naar huis ging, was het huis helemaal leeg. Nou. Bij mij was het ook niet wel een beetje in het geval, maar ja, ik was niet op de film, maar ik kom met de zaak in gezin thuis, hè, want het is een zaak. Dus ik zei, ik heb mijn broer gebeld, oké, Witte, moet je goed luisteren. Zo en zo is er aan de hand. Ik heb daar gelicht van...